BTN De Haas in de stad. Tussen april en juni 2012 werden hier diefstallen gepleegd. Aan de hand van bewakingsbeelden kon Dimitri Senema de dief aanhouden. Toen de dief wilde wegrijden, greep Senema in. Hij heeft zich daarvoor ook bij de politie gemeld en gezegd van joh, ik ben mishandeld. Heeft dat ook aan de hand van een doktersverklaring, heeft hij uiteindelijk gezegd van joh, ik ben geslagen en geschopt. Heeft zelf wat foto's gemaakt. De rechter heeft naar die foto's gekeken. En die foto's ook getoond. Nou ja, op de foto's zie je een aantal blauwe plekken op zijn benen. Van blauwe spataders, zo lijkt het wel. Nou ja, op basis daarvan wordt er gezegd van, dat de mishandeling, omdat hij ook ondertekend is door een medische verklaring, is hij toegekend. De winkeldief kwam vaker bij Senema in de winkel. Hij haalde spullen uit de verpakking en verstopte die in zijn jas. Een hele aardige, amicale vent. Hij kwam regelmatig een kopje koffie bij ons drinken. En die bleek uiteindelijk degene te zijn die voor 7000 euro aan spullen bij ons heeft weggehaald. De aanhouding van de dief kost Senema dus 350 euro. Maar hij peinst er niet over om tegen die uitspraak in beroep te gaan. Als ik weer met zoiets te maken krijg, joh, dan laten we hem over wat het is. We pakken de dieven op dezelfde manier weer aan. Dus we zullen op het moment dat het gebeurt diegene direct confronteren met datgene wat er gestolen is. En het zelf met hem gaan regelen dat hij kan schikken bij ons. En dat wij uiteindelijk ook het geld krijgen voor wat er gestolen is. Want als dit het resultaat is, dan zie ik liever dat de uren inzetten. En ik denk echt, ik overdrijf niet als er echt honderden uren recherchewerk in zijn gezet. En dat kunnen de politieagenten ook beter steken in werk waar je echt wat aan hebt. En dat je het op de straat vertaald terugziet, dat ze daar hun werk doen. Dat levert hun geen frustraties op, in mij ook zeker niet. Dus we gaan niet in hoger beroep.